laatste ritje, man 64. En ik ga wat vertellen over de historie van onze oude treinen. Komen jouw collega's niet? Ik heb het nog lekker ouderwets gedaan, zonder computers. Geheel in de stijl van deze oude trein. Even kijken, wie ben ik? Ik ben Lex van der Galk. Ik werk bij de firma Nettrain, dat is een onderdeel van de NS. Ik hou me bezig met de onderhoud van treinen. En ik bepaal zeg maar de onderhoudsregels. Hoe vaak moet iets gebeuren en wat moet er dan gebeuren. Ik ben getrouwd met deze leuke mevrouw. En die heeft vroeger bij de Russische spoorwegen gewerkt. Dus een echt spoorwegen. Nou, hoe is het begonnen? Het is ooit begonnen als treinstel toekomst. En de eerste plannen zijn al van voor 1964 gebruikt. In 1964 is die officieel in dienst gegaan. Maar het prototype, treinstel toekomst, reed al vanaf 1961. Eerst zijn ze begonnen met 4-wagen treinstellen. En later zijn ze 2-wagen treinstellen gaan bouwen, zoals je hier vandaag 4 stuks aan elkaar ziet. Even kijken hoor, het is nummertje 4. De feestelijke rit in 1964, ter ere van 125 jaar Nederlandse spoorwegen, is gemaakt met koningin Juliana. En het leuke is dat filmpje staat ook op YouTube. En dan zie je dat zij maar liefst 7 uur lang werd rondgereden binnen de spoorwegen. En tegenwoordig duurt zoiets maar 7 minuten. Nou, de voorganger, dat was de MAN 54, ook wel hondenkop genoemd. En hier zie je het belangrijkste verschil met de MAN 64. De grote neus is gebleven. Die was bedoeld als botsveiligheid. Nou, eerst hebben we alleen 31 vierwagenstellen gehad. Mooi tussen de tulpen. En later nemen we 246 tweewagenstellen. Deze types dus. Dat zijn er heel veel. En was daarmee destijds de grootste serie die we in Nederland hadden. Ze zijn eerst in allerlei deelserie bij Werkspoor gebouwd in Utrecht. En later zijn die bij Talbot in Aken gebouwd. Wel in Duitsland, maar 75% van de mensen waren Hollanders, Limburgers. Even kijken. We hadden ook een dieselvariant, de zogenaamde Plan U. Die is niet echt een MAN 64, maar de neus en een aantal andere aspecten waren wel overgenomen. Maar deze had ik bijvoorbeeld aanvankelijk schuifdeur. En je ziet, deze hebben duidelijke andere schuifdeur. We hadden ook nog motorposten. Toen de post nog per spoor vervoerd werd. Tegenwoordig gebeurt dat allemaal per vrachtwagens. En die hadden ook nog losse wagons erbij. De HBB KKSS'en. En ik stop er niet, dat is echt zo. En zo werd de post rondvervoerd. Er is ook nog een andere bijzondere variant. Om het treinbeveiligingssysteem, de ATB, te testen, hadden we aanvankelijk een heel oud treintje uit 1924. En die was op een gegeven moment zo oud geworden dat het naar pensioen is gestuurd. Oh, daar rijden batterijen. En dat we een nieuwe hebben gemaakt van een oude motorpost. En die heet dan ook de Joule. Nou, MAN 64, je zou het niet zeggen. Maar was destijds een ware revolutie. Heel veel nieuwe technieken toegepast, zoals bijvoorbeeld geen schortplaten hier aan de onderkant. Een bestemmingsaanduiding, koersrollen, was toen nieuw. Centraal bediende deuren. Vroeger moest de conducteur elke deur met de hand dicht doen. Dat kun je haast niet meer voorstellen. De zwengzwaaideuren, zoals we hier zien, die dus zo open en dicht gaan. Ding dong en de groene lamp voor de machinist. Oh, dat klinkt ingewikkeld. Maar de machinist hoeft nu niet uit het raampje te kijken om het vertrekbevel te krijgen. Dat krijgt hij via de sleutel die in dat kastje zit van de conducteur.
En daardoor kun je veel sneller wegrijden. Nou ja, zo zijn er nog een heleboel andere innovaties. Een belangrijke was dat dit het lichtste materiaal was in gewicht van Europa. Terwijl zijn voorganger, die hondenkop, was de zwaarste materiaal. Dat kun je ook merken dat die oude treinen wat meer dansen op de rails en wat comfortabeler rijden en deze hobbelt iets meer. Goedemorgen dames en heren, dit is station Bokstel. Het is op dit moment bijna 11:08. We blijven hier staan tot 11:15. Zodat de intercity treinen en de dienstregeling treinen kunnen passeren. Daarna gaan wij weer onze weg vervolgen in de richting van Schertogenbosch. U kunt hier even uitstappen eventueel voor nog foto's te maken. Bokstel, 11:15 gaan wij weer vertrekken. Oké, okay. Nou het interieur, dit is de cabine. Dat was vrij modern voor die tijd. Je ziet hier ook dat de bagagerekken in de langsrichting zijn geplaatst. Terwijl hier in maat 54 zie je dat ze nog boven de stoelen zijn. Belangrijk, de reden daarvan is dat je hier veel meer een ruimtelijk effect krijgt. Het zit wat minder op elkaar. En hier natuurlijk de beroemde restaurantruimte. Je mag wel even de deur open doen, anders word ik misschien wat wakker. Dat voor je handen, ja. En de beroemde restauranthuiden, waar consumptie verplicht was en kaartspelen verboden. Dat weet je misschien. En roken, hè? Dat stond hier allemaal blauw van de rook. Nou, MAP 64 was ook een stuk sneller dan zijn voorganger. En dat hebben ze destijds uitgeprobeerd met de pers erbij. Door een MAP 64 en een MAP 54 tegelijk te laten wegrijden. En ze zagen al op een gegeven moment dat deze trein toch wel twee keer zo snel was als zijn voorganger. Heden ten dagen kan MAP 64 nog steeds mee als het gaat om met de dienstregeling meerijden. Nou, 1964. Een revolutie in 1970. Oorslag 70. We vinden het nu de normaalste zaak van de wereld. Maar nu hebben wij 40 intercity stations. Vroeger stopte een trein op diverse andere stations. En dat was niet allemaal hetzelfde. Op de heenweg stopte die op andere stations of op de terugweg. Treinen reden ook niet keurig elk half uur bijvoorbeeld. Maar om 05 en om 45, ik noem maar wat. Klokvaste tijden, een symmetrische dienstregeling. De trein stopt op dezelfde plaats als terug. En knooppunten waar je dus kon overstappen op andere treinen. Een belangrijk verschil was dat de treinen van groen naar geel overgingen. Van zo onopvallend mogelijk naar zo opvallend mogelijk. En we kregen het NS-logo. Daar zijn wat experimenten mee geweest, maar uiteindelijk is het die geworden en die is het nog steeds. En deze pictogrammen die je daar ziet en daarboven, dat was ook nieuw. Nou, we hebben wat bijzonderheden gehad. We hebben koffie aan boord van de trein gehad. Dat herinneren we ons nog wel. Het was niet een heel groot succes. En we hebben wat proeven gedaan. Toen de nieuwe dubbeldex intercities kwamen, moesten de tractieinstallatie, dus de elektronica voor de motoren en de motoren zelf, zijn uitgebreid uitgeprobeerd. Want het was de eerste keer dat we met zoiets gingen rijden in Nederland. Dus dat moet je goed uitproberen. Het is ook een succes gebleven. Het functioneert perfect. Nou, nog een bijzonderheid was toen de Schiphol werd aangelegd, was het eerste stukje van Amsterdam-Zuid tot Schiphol, was een geïsoleerd stukje. Die was nog niet aangesloten op de andere spoorlijn. Via een diesellijntje met twee diesellocomotieven werd zo'n trein dan overgesleept naar dat lijntje in aanbouw. En zodoende kon dat treintje dus de hele dag heen en weer rijden. Af en toe moest het natuurlijk onderhoud hebben, dus dan ging die weer met de twee dieseltreintjes terug. Nou, toen werd echt Schiphollijn geopend en MAP 64 stal de show.
En Mat 64 kan ook echt vliegen. Kijk maar. Hier op weg naar zijn laatste bestemming. Nou, Mat 64 heeft ook internationale ambities gehad. Als enige trein mocht deze trein namelijk ook in Duitsland rijden. En als dan de grote Intercity Express, de witte hoge snelheidstrein uit Duitsland, niet beschikbaar was, dan werd als compensatie deze trein ingezet. Een enorm verschil natuurlijk in comfort. Twee uitersten tegen elkaar. Er staan leuke filmpjes van op YouTube. Nou, in Legoland komt die ook voor. Het ging natuurlijk niet altijd goed. En op een dag als vandaag herinneren wij ook de mensen die het niet meer mee mogen maken. Het is onvermijdelijk, maar wel iets waar we ook even stil bij staan. Nou, speciale uitvoeringen in het blauw. En we hebben hem ook nog bij Veolia gehad in Zuid-Limburg. En in 2010 hebben we een speciale versie van de vierwagenstel gehad. Speciaal voor het 5 mei, 4 en 5 mei comité om stil te staan bij de vrijheid die we vandaag de dag nog steeds hebben. Aan de ene kant was die blauw en aan de andere kant was die rood. Nou, mijn collega's die halen wel eens een grapje uit, maar in tegenstelling tot andere treinen was deze trein zeer goed bestand tegen het winterweer. Dat komt omdat hier geen computers in zitten, geen kleine elektronica, maar alles is groot, robuust en lomp. En er kan gewoon zo'n hoeveelheid sneeuw in zitten en het rijdt gewoon door. Dus, een plagerijtje als alle auto's. Nou nee, de trein. Allerlei leuke anekdotes natuurlijk over hoe dat gaat. Vooral hoe dit mannetje zo lekker onderuit gezakt zit. Zo. En dan zie je dat je die toch in Amsterdam nergens kwijt kunt. Maar de waarheid is toch anders. Mat 64 heeft ook in Amsterdam gereden. Kijk maar. Op zijn laatste rit naar de Sloper werd hij nog even door Para Amsterdam geparadeerd. Ik heb een collega die dat soort dingen allemaal regelt. En die vindt niks leuker dan allemaal dit soort speciale dingen regelen. Nou, hou je vast. Vandaag is de laatste dag dat we rijden. En het is tijd voor een nieuwe generatie treinen. Die staan al in Maastricht klaar. Onze oude treinen worden gesloopt, maar worden gerecycled tot nieuwe treinen. En wie denkt dat Mat 64 echt voorbij is? Nee hoor. Mat 64 leeft nog gewoon voort. Kijk maar. Daar. Dank jullie wel voor jullie aandacht.